Willen langs, appel voor Hens, maar de scheidsrechter ziet geen Hensbal. Bal op het lichaam bij Van Horenbeek en hier wordt Van der Meer weggezet en wordt het dan afgemaakt. Jawel, wat een mooie goal van Jordi Thomassen. 2-0 voor Helmond Sport dat deze wedstrijd gaat winnen hier in Rotterdam. Matig verdedigd door Van der Meer. 2-0 in de 86e minuut. Dit was dus geen Hens blijkbaar van Van Horenbeek. Uit deze hoek onmogelijk te zien of het Hens was. En dan dit duel. Hij gebruikt wel een beetje zijn handen, maar rondt het uiteindelijk heel knap af. Thomassen en maakt zo zijn tweede van het seizoen.